Als je kunt lezen en schrijven, sta je er niet zo bij stil. Maar bedenk eens wat het betekent om laaggeletterd te zijn. Informatie komt in stromen op ons af. Ja, je moet er maar chocola van kunnen maken. Maar wat nou als je niet kan lezen en schrijven? Redenen waarom mensen laaggeletterd zijn, heeft wel enigszins met armoede te maken. Tenminste, ik heb geen zeg maar een doktersgezin getroffen waar de laaggeletterdheid parten speelde. En van één vrouw wilde haar moeder, zij was de jongste, wilde ze thuis houden. Ja, dat klinkt toch niet goed. Maar ja, dat gebeurde. Nou heb ik voor jou een verrassing. Oh, ik mag een boodschappenlijstje doen. Ja, raad je het zo. Sojasaus. Ik vond sambal. Maar alleen dit weet ik niet. Melk. Nee, ik zie geen melk. Ja. Dan ga ik. Ja. Nou, dat zie ik wel. Oh, dat zie ik. Oh, ja, ik snap oelak, dat je denkt oelak. Ja. Nou, dan eieren. En ik denk dat iets van kroep op moet voorstellen. Je bent gewoon slim, ja. Ja. Hoe zou dat nou geweest zijn 3 jaar geleden, toen je nog had niet begon? Had ik er eerst één zo teruggegeven. Ja. Ik had het niet voorgelezen. Nee. Zo niet. En als ik het gelezen had, had ik het in mijn eigen gedachten. En dan had jij echt niks storen gekregen. Ik was bijvoorbeeld met Adrie boodschappen aan het doen. Dan geef ik haar een boodschappenbriefje. Ja, dan sta je daar in zo'n supermarkt voor al die groenten. De ene zegt Italiaanse mix, de ander zegt soepgroenten. Nou ja, je kent het wel. En dan zeg ik, hoe doe je dat nou? En dan zegt zij heel slim, ik kies gewoon uit wat er het lekkerste uitziet. Wat me ook op is gevallen, dat laaggeletterde mensen op een bepaalde manier ook heel slim zijn. Want ze moeten wel, want ze kunnen niet lezen en schrijven. Dus. En de smoezen van, ik heb mijn bril vergeten en ik neem het formulier even mee naar huis. Dan bestudeer ik het thuis even. Die zijn natuurlijk ook gauw uitgewerkt. Maar nou ja, nogmaals, hoe iemand zijn rijbewijs kan halen en heel veel onthouden. Ze kunnen heel goed onthouden. Want een van de dames, die wordt elke dag de weg gewezen door haar dochter. Waar ze dan naartoe moet de volgende dag, moet ze allemaal onthouden. Naar rechts. Naar rechts. Daar zit die precies strandbal. Die. En dan naar binnen. Ja, en waar die speeltuintje is, gaat hij naar rechtdoor. Binnen. Gewoon rechtdoor, door. Alsmaar rechtdoor lopen. Mm-hmm. Daarna moet hij naar rechts. Naar links. Ja. Mm-hmm. Ziet u? Maar als u deze flat al gewoon onthoudt, mm-hmm. Deze flat. Oh ja, oh ja. En nog ja. En die bushalte, mm-hmm. Dan weet u toevallig gewoon zo dat u die kant op moet lopen. En in die straat is die adres. Is die adres. Dan ga ik het vinden. Ik hoop dat laaggeletterdheid op deze manier ook aan de oppervlakte komt, zodat de schaamte wordt weggenomen, waardoor andere laaggeletterd denken, oh zie je wel, het kan wel. Want een aantal van de mensen die wij hebben gesproken, hebben toch uiteindelijk een cursus gevolgd of zijn iets gaan doen in hun leven wat hun droom was. Dus ik hoop dat dat meehelpt aan hulp voor andere laaggeletterden. Ja. Nou, dit is al je medicatie. Dat is allemaal medicatie. Oraal gebruik, ja hè. Ja, maar als je nou laaggeletterd bent en het niet weet. En dan stop je het in je poepetje. Ja, of in je oor. Nee! Als het nou vloeibaar is, ja, maar zijn weet er ook wel, mensen. Je bent toch niet debiel? Nee, je weet nee, toch nee, wat maar, je... maar mensen die doen dat wel hoor. Echt? Ja, die doen dat echt. In je die oor? Oraal gebruikt, ja. Als je, oh, zo! Mond. Ja. Nou, lees zelf maar eens een bijsluiter. Neem de bijsluiters van een medicijn, hoe ingewikkeld die zijn. Of neem de rechtsbijstandtaal. Ja, dat vind ik al lastig, terwijl ik ben best gek op taal. Maar het kan best simpeler. Human.